Xander Houtkoop, voor jou denk ik een heel speciale wedstrijd morgen op het programma. Ja, zeker. Het is toch een club waar ik mooie herinneringen aan heb. En ook een hele mooie tijd heb beleefd, ja. Ja, want het is een club ook waarmee jij Cambuur vaak pijn hebt gedaan. Is het nou de bedoeling om dat andersom te doen? Ja, eigenlijk wel, ja, natuurlijk. Maar ik denk dat Go Ahead en Cambuur eigenlijk ook wel gelijkwaardig aan elkaar waren. Ik denk als wij, toen ik bij Go Ahead speelde en we speelden tegen Cambuur, werd het vaak gelijk. En als we hier speelden, was het toch net. Hadden we de wedstrijd toch net verloren met een doelpunt verschil. Dus het lag eigenlijk best wel dicht bij elkaar. En morgen, we staan beide niet echt goed voor, zeg maar. Go Ahead, drie punten, wij hebben vier. Dus ik verwacht dat Go Ahead er gewoon bovenop zal gaan knallen. En ik denk dat wij ons gewoon staande moeten houden. En dan, ik denk dat wij gewoon kwalitatief gewoon beter zijn. Dus we zullen het zien morgen. Ja, want de trainer noemde ook dat ze hebben veel blessures achterin. Krijgen makkelijk tegendoelpunt tegen. Als jullie snel scoren, dan kan dat publiek daar wel eens gaan morren. Dat werkt in jullie voorbeeld, lijkt mij. Ja, ik weet natuurlijk over hoe het publiek daar is. Dus ik denk dat het voor ons gewoon zaak is om in ieder geval drie punten mee te nemen. En ik denk ook gewoon, wat je zegt, gewoon zo snel mogelijk op zoek gaan naar die goal. En ze daarmee pijn doen. Seizoenen bij Go Ahead, zijn dat jouw beste seizoenen geweest? Ja, tot nu toe wel. Ik denk in dat seizoen dat wij promoveerden heb ik iets van 14, 15 goals gemaakt. En in dat seizoen daarna in de Eredivisie toch wat assists op mijn naam. Dus ik denk dat voor mij persoonlijk die twee jaren toch wel de beste jaren van mijn carrière tot nu toe zijn geweest. En daarna is het niet echt veel gespeeld bij ADO. En hier is het ook nog niet echt lekker gelopen. En ik krijg nu gewoon iets meer speeltijd. Dus daar ben ik blij mee. En ik probeer gewoon echt mijn kansen te pakken. Morgen is Go Ahead de eerste in de week. Je wacht er nog twee wedstrijden tegen Helmond en tegen MVV. Hoe lastig is het dat ze alle drie uit zijn? Mij maakt het eigenlijk niet uit of uit of thuis spelen. Wat voor mij voordeel is, als je thuis bent, heb je natuurlijk gewoon het publiek achter je. En als je uitspeelt, ik weet dat supports van Cambuur altijd wel mee zullen gaan. En, ik heb eigenlijk... Qua reizen, guy? Wat zei je? Ook niet qua reizen, dat het met rust pakken en et cetera? Daar wordt wel rekening mee gehouden. Dus ik denk dat geen probleem is. Ik denk dat het soms ook wel fijn is als je ergens speelt en als je snel een goal kan maken. Dat het publiek zich tegen de thuisploeg gaat... zich gaat keren, zeg maar. Dus dat kan ook wel weer in ons voordeel werken.